Henry Wentink. Ja, goedemiddag. Wat voel jij in je schild? Ja, nou, ik heb jarenlang auto's gedeeld, maar ik denk, nu wil ik de hele aarde delen. Dus ik heb net de aarde van de beurs gehaald. En waarom, dus, waarom is dat van belang? Nou, omdat we dan, als we de hele aarde van de beurs halen, dan wordt alles veel goedkoper. Want je deelt immers de aarde. Denk eens aan het kopen van je huis. Die grondprijs komt te vervallen. En ik denk ook aan boeren die steeds hogere grondprijzen hebben. Dus de aarde gewoon van de beurs halen, dat lijkt me een goed plan. Pippi Langkous zei ook al, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat het wel lukt. En wat is nu de volgende stap? Nu gaan we naar de UNESCO. En daar gaan we hem indienen voor de Werelderfgoedlijst. De overkant naar rechts. Yep, hier zijn we. Nou, hoe gaan we dat doen? Nou, met een plank, hè? Het oude systeem. Ja, gewoon een plank. Een plankje, oké. We hebben een plankje ergens. Oh, ja, nou, kijk. Wij staan hier voor de deur met de aarde. De hele aarde. Dus die willen we eigenlijk indienen. Maar zou je... Aarde? Ja, dat is een nieuw concept, nieuw idee. Wacht even, kom naar beneden. Ja, dank u. Vindt u het een goed idee dat we de aarde op de werelderfgoedlijst zetten? Dat is goed, mits dat er goed op geruimd wordt. Ja, oké. Okay. En dat geef ik er nu eens toch voor een blik. Ja, ja. Oké. Okay. Alsjeblieft. Ja. Ja. Bedankt. Goed. En dan ga ik even de aarde veeg schoon opleveren. Heel goed. Ja, bedankt. Nou, Henry, jij hebt er een klusje bij gekregen. Jeetje, waar ben ik aan begonnen? Ja. Jij laat je niet gauw ontmoedigen, hè? Nee, want we hebben gewoon een belangrijke taak te doen. En ik heb er gewoon zin in. En het is gewoon leuk ook om te doen. Omdat we het gevoel hebben dat dit gewoon heel nuttig is en mooi. En hierna? Wat ga je nou doen? Ja, het is niet alleen maar een leuk idee. We gaan echt beginnen. Het huis, de grond onder het veerhuis in Varik, die gaan we weggeven. In de geest van Chief Seattle. Van hoe kun je de lucht bezitten, hoe kun je de grond bezitten. Dus het gaat naar een stichting die het beheert namens de mensheid. Zodat het nooit meer verkocht kan worden. Want dit is van ons allemaal. Is eigenlijk van ons allemaal. Ja, dus, en als het van ons allemaal is, dan hebben we ook het gevoel samen eigenaar te zijn. En samen ervoor te zorgen. Dat is wat we willen. Dankjewel. Succes. Ja, dankjewel.